Hallo, ik ben Martien Jonkheren. En zoals u misschien al weet, ben ik actrice van beroep. Maar wat u nog niet wist, is dat ik een enorme dierliefhebster ben. En daardoor komt het dat ik in 2012 gevraagd werd om samen met andere BV's te poseren voor de asielhondenkalender. En zo kwam ik in contact met Brigitte en Dirk, de verantwoordelijken van de Wazendierenbescherming. Toen Brigitte mij vroeg met welke hond ik het liefst zou poseren, zei ik dat mij dat eigenlijk helemaal niks uitmaakte, als het maar een lieve was. En zo kwam Lister in mijn leven. Een Schotse collie. En toeval of niet, maar... Thuis hebben we namelijk ook al een Schotse collie, Lasco. En ik dacht, speelkameraadje. En de fotosessie verliep zo goed dat liefde werd op het eerste gezicht. Dus ik bellen naar Filip, mijn man. Filip, er zit hier een Schotse collie. En Filip zei, laat die maar zitten. Maar ja, mijn gemoed. 2 uur later zat Lister naast mij in de auto op weg naar de Vlaamse Ardennen. En nu is Lister een deel van ons leven geworden. Volgend jaar wordt er een nieuw dierencentrum opgericht. En als meter van de Waalse Dierenbescherming nodig ik jullie dan ook van harte uit op zondag 6 oktober hier in de Ster om aanwezig te zijn op de wandel- en loopnamiddag van 1 tot 4 uur. En u heeft het al gehoord, er zullen waarschijnlijk heel veel centjes nodig zijn. En daarom hoop ik dat jullie je goed hart zullen tonen en vooral dat jullie hier aanwezig zullen zijn. Ik reken erop. Tot dan!